Radio. Mijn naam is Frederik de Groot. Tegenover mij Matthé Vos. Hartelijk welkom hier. Matthé is een man die een prachtige baan achter de rug heeft bij Dorcas. Daar gaan we het niet te lang over hebben. En je staat op het punt een nieuw leven, maatschappelijk leven te beginnen. En dat heeft iets te maken met mannen. Maar dat kan jij beter uitleggen dan ik. Een mannenclub of mannen bij elkaar die hardlopen, lopen, de Bijbel bestuderen. Dat weet ik allemaal niet. Dat zal je ook allemaal gaan vertellen. En aangezien ik weet dat jij een hele goede prediker bent en een spreker, verzoek ik jou, Matthé, dan maak ik het voor mezelf iets makkelijker. Of jij aan elkaar wil verbinden, mannenclub, mannengroep, mannen die elkaar leren kennen en het thema van deze uitzending, de verloren zoon. Welkom. Dankjewel. Goed om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Waar zal ik beginnen? Toen ik hier naartoe reed vanuit Elburg over de dijk, prachtig mooi gebied trouwens, moest ik denken aan de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon. Ik dacht aan mijn eigen leven. En dat ik een aantal jaren geleden, 2008 was dat, als de verloren zoon bij Jezus kwam, aan zijn voeten kwam, genade vond, vergeving, heling, genezing, reiniging. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van aan dat boek van Henry Nouwen, die dat verhaal prachtig verwoordt. En dat ik dat in België een aantal jaren geleden las en onder tranen heb gelezen. En dat hij dan beschrijft dat je van zoon, dus bij Jezus komen, van zoon naar vader mag doorgroeien. Nou, daar had ik nooit van gehoord, wil ik niet zeggen. Maar dat was voor mij zo'n openbaring dat ik dacht, onderweg hier naartoe dacht van ik heb een aantal jaren voor mijn gevoel, zeg maar, als verloren zoon mocht ik thuiskomen bij Jezus. Mocht hij mij, die genade, die was groot voor mij, die was dus onbeschrijfelijk groot. En dat je dan via Jezus naar de Vader mag, want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat je dan bij Vader thuis mag komen en ook een vader mag zijn. En ik ervaar dat ik de laatste tijd, de laatste jaren, een vader mag zijn. En dat besefte ik even vanmorgen hier onderweg naartoe heel diep. Dat ik dacht van je mag een vader zijn voor heel veel mannen, ook jonge mannen. Van zoon naar vader, doorgroeien. En waarom, dan springen we gelijk even naar jouw enthousiasme voor een mannenclub, een groep wandelaars, hoe je het ook noemen wil, waar je mee bezig bent. Waarom mannen? Is er iets mee in het maatschappelijke verkeer? Iets dat je denkt, die hebben te weinig aandacht of die raken geïsoleerd? Gok ik een beetje dat het in die hoek zit? Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik in mijn leven butsen en deuken opgelopen in mijn kinderjaren. Ja. Omdat volwassen mensen over hun grenzen gingen. In mijn jonge leven verkeerde keuzes gemaakt. Ook later verkeerde keuzes gemaakt. Allemaal eigen keuzes geweest, maar heeft ook te maken met de beschadigingen die ik had opgelopen. Waardoor je gaat vluchten in zaken die niet goed zijn. Een huwelijk wat bijna op de klippen liep. Maar godzijdank zijn we bij elkaar gebleven en heeft hij ons bij elkaar gehouden. Godzijdank. En dank aan mijn vrouw. En natuurlijk mijn eigen inspanningen, maar ik geloof dat God hier een ontzettend belangrijke rol in heeft gespeeld. Volgend jaar 30 jaar getrouwd. Dat gaan we vieren, dat gaan we danken, daar ben ik van overtuigd. Ik weet hoe het voelt en wat het is om verkeerde keuzes te maken. Maar ook hoe groot die genade God is als je je hart openstelt voor hem, maar ook naar anderen, eerlijk gaat worden.
spijt hebt van dingen die niet goed zijn gegaan. En dat je dan... dat Gods liefde zo groot is... dat zegt als verloren zoon... kom maar, ik sluit je in mijn armen. En ik geloof dat er heel veel mannen... ik zie heel veel mannen worstelen met vergelijkbare dingen. Deuken en buts opgelopen. Vluchtgedrag vertonen. In verkeerde zaken. Of passief worden en op de bank liggen en niks meer doen. Ja. En vastlopen. En ik zie heel veel mannen hun hart, dat ze hun hart gesloten hebben. En dat ze heel moeilijk over hun gevoelens kunnen praten. Het niet delen vanuit schaamte of omdat het hen nooit geleerd is. Mannelijk willen zijn. Ja. Moet het zelf doen, stoer zijn. Ja. Ik heb niemand nodig. Richt ik zelf wel, dat. Ja. Maar die kracht van kwetsbaarheid. En ik daag mannen uit en ik nodig ze uit van haar om tijdens die gesprekken, als ik met ze in gesprek ben, om het hart open te stellen. En ik bid dan altijd tot God dat hij hen daarin wil helpen. Want ik geloof dat het echt moet hulp van boven komen. Willen we dat echt goed kunnen. En dan zie je als je harten open gaan, ja, dat het licht van Jezus binnenkomt en dat daar prachtig mooie dingen gebeuren. Dat mannen herstellen. Dat ze hun vaderrol weer serieus gaan nemen. Dat ze hun vrouw weer gaan eren en op de juiste plek. Even onderbreken. Even profaan oppervlakkig. Waarom geen vrouwen daarbij? Dat heeft een denk ik meteen te weten, een plek. Er zit een intentie achter. Ja. Het voelt als een roeping. Ja. Ik voel me geroepen om mannen. Het is een gebied waar ik zeg maar mij aan mag gaan verbinden. Mm-hmm. Een terrein waarvan God heeft gezegd, joh, maar focus je daarop. En ik heb er ook wel vaker over nagedacht van waarom dan alleen de man. En ik denk dat het in eerste instantie alleen de man is en later dat ook wel breder. Ja, maar nu... Ik vraag het ook omdat je gelukkig getrouwd bent, snap je? Ja. Ik kan me nog voorstellen dat een vrouw iets heeft van mannenclub, hoezo? Ja. Maar help. Ja, en ik heb er wat langer ook wel over nagedacht van waarom dan alleen in eerste instantie alleen de man. En ik geloof, de man heeft een belangrijke rol ook binnen het gezin. Als ik alleen even naar de gezinnen kijk. Een priesterlijke taak. En als hij die taak serieus gaat nemen, of serieuzer gaat nemen, dan heeft dat een enorme positieve invloed op de partner, op de vrouw. Maar ook op de kinderen. Want jongeren hebben ook mijn hart. En ik heb er ook de laatste tijd wel mee zitten worstelen van, moet ik me dan gaan focussen alleen op de jongeren? Of dat. En nu heb ik zoiets van, ja, als ik die vader of als ik die man weet te bereiken, ja, dan weet ik via hem ook de vrouw, ook de partner, ook de kinderen te bereiken. Ja. En dan kan hij als vader, als priester van het gezin, die rol goed vervult, kan hij veilige muren bouwen om het gezin. Helder. Ik ga het je nog even moeilijk maken, of simpel eigenlijk. Ik loop met jou mee in de groep waar je vandaan komt, waar het harde of die buurt, ik loop met je mee. Ja. En dan begin ik te merken, althans ik ga iets merken, dat we met elkaar wandelen, met elkaar communiceren, met elkaar praten. Maar er zijn, ik zeg het even heel profaan, geen vrouwen bij. Waar zit het verschil? Ja. Gaan mannen dan, ik zeg het even heel plat, hè, flirten, gaan ze zich anders gedragen? Is dat wat je, dus die geslotenheid komt. Mannen, als vrouwen niet in de groep aanwezig zijn, durven mannen echt open te zijn. Durven ze zich echt open te stellen. Hoeven ze even niet, gedragen ze zich anders. En durven zij te delen waar ze echt mee worstelen. Ga ik het moeilijk maken, nog moeilijker. Maar ik snap waar je naartoe wil en toch, ik kan het niet helpen laten. Ik kan het niet laten. Dat is waar, want dan is volgens mij, dat is waar volgens mij, omdat de component God al in jouw hart, in hun aanwezig is. Want zolang ik mannengroepen ken, als daar geen vrouwen meer bij zijn, dan gaan alle, en dan praat ik misschien een beetje te veel voor West-Friesland, gaan alle deuren dicht, blijven dicht. En mensen plegen zelfs, ik ben keihard erin, zelfdoding.
terwijl ze gisteravond nog met elkaar met z'n 40 in de kroeg hebben gestaan. Ja. Daar gebeurt dus qua communicatie juist niets. Nee. Grote groepen, vrienden, mensen bij mannen hebben hier heel veel vrienden. Komen elkaar op een punt tegen, hebben het, ik overdrijf, hebben het nergens over en hebben hun eigen lijden. Ja. Is dat een component die dan doorslaggevend is of praat ik onzin? Je mag het zeggen. Kijk, als de Heilige Geest, ik doe het niet alleen. Ik doe dit, ik trek samen op met een groep mannen. Ja. En als je als... Maar snap je waar ik naartoe wil? Ja. Al die mannen bij elkaar, het klinkt nou een beetje, je zet een groep mannen bij elkaar, ze gaan... Ja, en dan komt het vanzelf. Nee, maar zo werkt dat niet. Nee, want ik geloof dat juist door... het mag veilig zijn, of het moet veilig zijn. En ik geloof dat het veilig is, een veilige omgeving creëren we... als wij de Heilige Geest uitnodigen, als we God uitnodigen om de leiding te hebben over het gesprek, over de wandeling, over de ochtend. Dan is het een samenwerking tussen God en de mens. En dan creëert Hij een veilige omgeving en zullen mannen zich veilig voelen. En ik merk het bij mezelf ook nog wel eens. Ik denk van, als ik met iemand in gesprek ben... dan gaat het hart open. Kom ik vrij snel tot die diepere gesprekken. En dan denk ik, hoe is dat mogelijk? Ja, dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben met mijn karakter. Of mijn persoonlijke openheid. Hoe ik zelf in elkaar steek. Maar ik geloof dat het heel veel van God is. Dat de vrede, als de vrede vast in ons woont. Als de vrede in ons is. En wij stellen ons dagelijks open voor 100%. Om het licht en de vrede die in ons, dat die in ons komt... om dat in de wereld uit te dragen... dan moet met de gesprekspartner... moet daar iets van ervaren. En zal er vanaf de andere kant ook... een reactie komen... en zal heel voorzichtig... Mag ik meewandelen met de groep als ik niet geloof? Ja, zeker. Atheïst, agnost, hindoe... maakt niet uit. Welkom. Nee. Vind ik heerlijk. Ja. Maar ook allerlei geloven... binnen het Christelijk Nederland... de gemeente van Christus heeft allerlei filialen... zeg ik altijd... of dat nou een zwaar gereformeerde broeder is of een heel charismatische... Ik denk niet dat je dat bedoelt, maar het klinkt een beetje alsof je zegt... Ik weet dat je het niet bedoelt, eigenlijk weet ik dat wel, maar voor het gesprek... dat die vrouwen maar een keer weg moeten blijven en dan komt die man tot zichzelf. Ik zeg het even heel simpel. Begrijp je? Vrouwen eruit en dan weten we ineens weer hoe het moet. Worden wij in onze moderne maatschappij een beetje overwoekerd door... Want je zou niet de enige zijn die daar ja op zou kunnen zeggen... door het feminisme, door altijd maar... Begrijp je? Waardoor de mannelijke positieve kant verdoezeld wordt, verdwijnt. Mannen hebben de neiging om niet meer te weten wat ze willen. Ik zeg het even heel simpel. Ja. Voel je waar ik... Ja, ik snap je e-mail. Ik begrijp je vraag. Ik vind het heel mooi dat de vrouw meer is gaan opstaan. Dat ze meer in haar kracht is komen te staan. Maar wat ik zo ook zie gebeuren is dat de man heel veel taken laat liggen. En achterover is gaan leunen, passief is, en dat heeft heel vaak, denk ik, te maken met een vaderbond. Een aardse vader die niet aanwezig was, fysiek niet aanwezig was, ook emotioneel niet aanwezig was. Omdat hij zelf ook allerlei butsen en deuken op heeft gelopen in zijn kinderjaren. Of allerlei dingen heeft gedaan waarvan hij denkt van, ja, het is maar beter dat ik nu op de bank blijf zitten en niks meer doe. Dus heel veel mannen nemen niet meer, die leunen te veel achterover. Waardoor de vrouw zich, zeg maar... ik denk dat daardoor de vrouw die plek die eigenlijk een man zou moeten innemen... Ja. Dat de vrouw, zeg maar, dan doe ik dat wel. Ja. Want ja, dat. En ook naar de kinderen toe. Ja. En de vrouw zelfs de moederrol gaat spelen naar haar eigen man toe. Als je het heel simplistisch voorstelt, toch? Ja. En daar wordt die vrouw weer moe van. Want die vindt dat eerst nog wel leuk. Bij wijze van spreken, ik verander hem wel en het helpt. Maar na 10 jaar word je daar erg moe van. Ja. Moeten we het nog een keer uitleggen. En man lief kijkt naar Ajax. In jouw geval Feyenoord. Maar snap je? Maar dat is het dan. Neem het toch. Ja. Zit achterover en kijk naar het schaatsen. Ja. En er wordt zelfs een vuilnisbak buiten zetten. Wordt een irritatie. Met mijn hulp. Ja. Is dat wat je... Ja. 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 En... Ja, dan is het juist zo mooi als je met een uitgestrekte hand, niet mannen te dwingen, maar gewoon vanuit liefde,
Vanuit bewogenheid. Jezus deed ook dingen vanuit bewogenheid. En ik heb een bewogen hart voor mannen. En dat, nu ik dat zeg, raakt me dat ook weer. Hè? Want ik zie het om me heen gewoon gebeuren. Hè? Dat mannen het nodig, zo nodig hebben om... Dat er een kerel is die hen de hand toereikt. Ja. En zegt, joh, kom op. Ja. We doen het samen. Ja, en los van scheidingen en vaders die weggelopen zijn, wat ik zelf gedaan heb tot mijn schande, is dat natuurlijk ook wat je terugziet in het onderwijs. Hè? Dat heel veel kinderen, jongens, dus alleen nog maar vrouwen, juffrouwen meemaken. Het onderwijs, vrouwelijke mensen, geen man meer zien, bij wijze, ik overdrijf, maar toch dat beeld helemaal kwijt zijn. Ja, ja. Ja, die vader heeft ook een... heel veel vaders zijn eigenlijk van nature een avonturier. En die willen eigenlijk wel dat die zoon of dochter, zeg maar, focus mij op de zonen, dat die de boom inklimt en zo hoog mogelijk die boom ingaat met het risico dat hij ook nog... Ja, dat, hè? Ja. En de moeder zegt van, oh, kijk uit, voorzichtig. Ja. En vader daagt hem uit. En weet je dat, hè? Ja. Dus ga het maar aan. En ga het leven ontdekken. Die combinatie en is dan En dat weg, is juist, hè? Zo mooi. En dat is dan weg. Ja. Maar die vader, die vindt het, vindt het allemaal prima, maar die hangt achterover en die denkt, ja, hij staat onder die boom, maar eigenlijk zou hij naar boven. Maar je zegt indirect, zeg je dus ook, mannen nemen geen verantwoordelijkheid meer. En door dat niet te doen, is het ook niet meer mogelijk dat over te dragen op hun eigen kinderen. Want ze doen het zelf niet meer. Wat die kinderen, die jongens en die meisjes heel snel voelen, papa doet het zelf nooit. Bijvoorbeeld en die roept dan ineens van je moet dat. En dan denken ze, doe dat. Ik heb het nog nooit iets zien doen. Ja. En mama staat bij wijze van spreken nog in de tuin het huis in elkaar te bouwen. Ja. Ja. Is dit wat je vertelt? Het antwoord zal wel ja zijn, maar heeft dat een basis wat je nu vertelt als het over de Bijbel gaat, over Gods woord, het Nieuwe Testament, dat je denkt, ja, daar zit het heel duidelijk. De verantwoording, ik begin daarover. Is dat, klopt dat een beetje of niet? Of is dat... Ja, kijk, als we naar onze hemelse vader kijken... Ja. En het karakter van onze hemelse vader... Hè, dus liefdevol, betrouwbaar... het karakter van rechtvaardig. Van God, rechtvaardig. Het karakter van God. Daar wil ik me als man, maar ook als vader en als echtgenoot... Wil ik me steeds meer in groeien. Dus dat vaderschap... En de zorg voor gezin, maar voor vrouw, maar ook voor je omgeving. Dat is een weerspiegeling van hoe God ook zorgt voor ons. En dus dat is een... Ja, het beeld van God de Vader mogen we uitdragen. En ik geloof dat is heel Bijbels. En dat mag dan ook via Jezus. Want als we kijken hoe Jezus zijn leven heeft geleefd hier op aarde. Ja, dat is natuurlijk... Heel bijzonder hoe hij dat gedaan heeft. En daar mogen we een voorbeeld aan nemen. En bijzonder in de flauwe vraag, maar toch, wat is er bijzonder aan wat Jezus op aarde deed? Als ik denk aan de overspelige vrouw. Dat is een verhaal van even, dus een vrouw die doet het met iemand anders en dan wil iedereen het doodmaken. Of de mannen eromheen die willen haar doden. Ja. Opzouten. En dan zegt Jezus. Die zegt, als jij zonder zonde bent, joh. Gooi je maar. Gooi maar. Gooi maar, maak maar dood. En hoe vaak wordt dat niet gegooid om ons heen? Ja. Dat we elkaar dan een steen pakken en dan modder gooien. En wat hebben we het in Nederland nodig? En richt ik me alleen even op Nederland. Maar wat hebben we het in Nederland nodig? Wat? Dat we die steen neerleggen. En liefde gaan uitdragen en niet veroordelen. Mm-hmm. Een uitgestrekte hand naar... Maar die steen gooien is niet wat jij bedoelt met mannelijk. Nee, die steen gooi jij. Als je een steen gooit, dan is het de ander veroordelen. Machteloosheid. Ja. Veroordeling. Ja. Heb je ze niet goed gedaan. Ja. En hoe vaak weten wij met woorden stenen te gooien? Ja. Nou, loop jij 's ochtends, loop je met je vrienden of met de broeders, loop je rond in het bos en je doet andere dingen, avonden, programma's en dat soort dingen. Dan even terug naar de verloren zoon, dan zul je denk ik ook ontdekken dat er broeders, vrienden zijn, mannen zijn die meer de niet de verloren zoon zijn, maar de oudste zoon zijn. Ja.
die helemaal niet zo vreselijk weggelopen zijn en terugkomen, maar eigenlijk nog steeds niet doorhebben dat ze iemand zijn binnen de schepping, binnen het bedrijf van de vader. Ja. Herken je dat? Dat je denkt, ja, wacht eens even, dat ben ik niet, hè, het verloren kind. Maar dat is, is iemand die nog niet eens weggelopen is, als je het heel, als je het heel simpel zegt, toch? Ja, ik was wel een mooi voorbeeld van een knaap die kwam voor het eerst bij ons op de kampvuuravonden. Want wij noemen dat kampvuuravonden. En dat hij daar zo door werd geraakt, vaker kwam. Het zijn avonden waar we samen zingen, een overdenking en daarna doorpraten onder het genot van een hapje en een drankje. En hij steeds meer ging beseffen, hij kwam was vrij zwaar gelovig opgevoed, dus het was veel regels. Het was, als je maar aan de regels houdt, dan komt het met jou wel goed. Ja. En hij ging steeds meer begrijpen dat je niet vanuit goede daden en goede werken je zo in de hemel komt. Maar dat hij zegt, joh, maar Jezus, hij heeft alles voor mij gedaan. En via hem mag ik in de vrijheid komen. En ga ik de dingen niet meer doen die niet goed voor me zijn. In plaats van, ik mag ze niet meer doen. Nee, ik wil ze niet meer doen. En het proces van hem is zo bijzonder. Dat hij dat ook in zijn omgeving gaat vertellen. En dat mensen dat ook weer oppakken. En dat hij er ook weer getuige van mag zijn. Dat is prachtig om te zien. En dat is dan een beetje in het verhaal van Jezus, de parabel, de gelijkenis. De zoon die thuis blijft en zich aan de regels houdt. En aan de regels en zorgt voor het vee, zorgt voor de afwas, zorgt voor het brood. En die snapt helemaal niks van een kind wat weer terugkomt bij papa. Ja. Wauw. Ja. Ja. We gaan een klein stukje muziek luisteren. Dat gaat. Machtige Heer, waarom heb je dat gekozen? Moet ik even denken hoe de tekst ook weer gaat van dat lied. Dus de opwekking 5, 9, 8. Ik kneed mij, zend mij, hè? Dat is dat lied. Hè? Ja. Dat kneden dat, en dat uitzenden, dat spreekt mij aan. Gekneed worden naar het beeld. Het vaderbeeld van God. Meer van zijn karakter. Nog liefdevoller. Nog meer bewogenheid. En zend mij. Dat betekent, heb ik zoiets van, ja, ik wil het niet allemaal voor mezelf houden. Ja. Ik wil het, dat is ook een opdracht. Geef het weg. Uitdragen in deze wereld. Ja. Vol van liefde. Deel het. Uitdelen. Machtige Heer, grote
mannengroep. En ik gok, je een heel klein beetje kennende, dat de mannengroep ook een naam heeft. Ja, wij zijn in 2014 zijn we gestart. Kampvieravonden, gemeente Elburg, het Harde. Dat is een naam die is gekoppeld aan de Vierde Musketier Mannenbeweging. Daar is het jaren geleden ook ontstaan, de kampvieravonden voor mannen. En daar zijn wij dus nu aan verbonden. En de Vier Musketiers, dat is een beweging? Dat is een mannenbeweging in Nederland. Ja, okay. Ik dacht internationaal ook. Ja, er zijn ook in heel veel andere landen zijn ook nu van die En allemaal gekoppeld aan het geloof ook? Allemaal gekoppeld aan het geloof, ja. En wij zijn in 2014 zijn wij daarmee gestart met die avonden voor mannen. Dat is nu dus bijna 8 jaar geleden dat we 1 keer in de maand samenkomen. Wow. En de ene keer, in het begin kwamen daar veel mensen, dat is nieuw. 70, 80 man. Echt waar? Wauw. Ja, dat is wel mooi. Mm-hmm. Vond ik toen echt wel gaaf. En op een gegeven moment zie je dat wat teruglopen. En ik vond het destijds ook wel echt best wel kicken. Je start iets en dan 80 man. Dat, hè? En er is niks mis mee, maar aan de andere kant is ook een gevaar, hè? Als je dus alleen maar kijk naar meer en groter en succesvol willen zijn. En daar ben ik dus wel achter dat het daar niet om draait. Maar dat het om de kwaliteit gaat van de avond. En als het 10 man is. En de intimiteit, ja. En je ziet als je kleine groepen hebt, dat het prachtige avonden zijn. Waarin je ook in kleine groepen mannen meer kwetsbaar durven openstellen. Het veiliger voelt dan in een... Maar ook de man in een kleine groep die wat introvert is, die mag ook naar voren komen. Dus die mag ook in beweging komen. Kijk, anders kan hij zo in een grote groep, kan hij mooi veilig, kan hij daar zo'n ding doen en vervolgens weer naar huis gaan. En het voelt ook, voor sommige mannen is het ook best wel wat spannend. Ja. Omdat ze dan toch, je wordt toch wel gezien in een kleine groep. En dat juist denk ik heel mooi. Dus dat is wat we op de bij de kampvuuravonden doen. En ik ben samen met een klein groepje mannen zijn we met een wandelbeweging begonnen. We zijn eerst 1 keer in de maand gaan wandelen. Zaterdagochtends, 7 uur. Mooi in de ochtend vroeg wandelen. Om samen elkaar beter te leren kennen. Om een goede basis, fundament te bouwen. Avonden ook geweest bij elkaar om te bidden, om leiding te zoeken. En na een goed jaar samen opgetrokken te hebben, zijn we mannen gaan uitnodigen. Ja, en ik merk aan mezelf, nu ik dit vertel, dan word ik alweer, dan krijg ik een glimlach. Ik word daar enthousiast van. Want ik wilde natuurlijk al na 2 maanden wilde ik al gaan. Want ik hou wel een beetje van snelheid. En rustig aan meteen, weet je wel, dat komt wel. Dus na een goed jaar samen opgetrokken te hebben, zijn we mannen gaan uitnodigen. En nu wandelen we op de zaterdagochtend bij ons in onze omgeving. En ook al op de dinsdagavond, dus we hebben nu 2 groepen, wandelen we gewoon 1,5, 2 uurtjes. Hebben we even een moment van koffie, pauze, even samen, wat ontspanning. En ik zie gewoon tijdens die wandelingen dat daar prachtig mooie dingen gebeuren. Dat daar gelachen wordt, dat daar serieuze gesprekken zijn, dat het leven wordt gedeeld, het leven wordt gevierd. En dat is in een hele ongedwongen setting. De naam van de beweging is Henoch Wandelbeweging. Nou, en wat is Henoch? Ja, Henoch, hij wandelde met God. Het is de Bijbel, daar kunnen we het in lezen. Oké, Oud Testament. Hij wandelde met God. Nou, en er staat niet, hij rende met God of hij trok een sprintje of weet ik. Nee, hij wandelde. En wandelen, daar gaat rust vanuit. En ik ben er gedreven, ik ben enthousiast. En ik heb ook in de coronatijd, heb ik nog dieper ontdekt de kracht van de stilte. En de vrede, als die in je is en je doet het vanuit rust. Je mag gedreven zijn, het karakter is prima. Maar alles vanuit rust mag je bewegen. Ja. En heb je mensen om je heen nodig die je dan daarin wat aansturen. En zeggen, misschien moeten we zus, misschien moeten we zo. En dan is het juist mooi om met een aantal mensen om je heen, goede vrienden,
totaal anders in elkaar zitten, waar ik me soms mateloos aan irriteer, omdat ze ja, gewoon heel anders zijn. Maar dan is het prachtig mooi om met, dat, met een team mannen om je heen koers te zoeken en de weg te bewandelen waarvan je samen denkt wat goed is. En dan kom je tot een gezamenlijk doel. En, ja, dat is prachtig om te zien. Ik heb ooit een keer van iemand heb ik meegemaakt, een vriend van mij, misschien ook wel leuk om te doen, dat is een stiltewandeling. Dus 2 uur lang, je begint bij A en vanaf die drempel hou je mond 2 uur. Ja. En die vriend dacht dat ik dat niet zou kunnen. Dat vond ik zo prachtig. Die keek echt naar mij van, dat kan die helemaal niet, Frederik, praat maar. En juist door het gebed, ik zei, dat is helemaal geen enkel probleem, ik loop en loop. Die zag je echt kijken van, wanneer gaat hij nou, want dan kan hij zeggen dat ik mijn mond moet houden. Want dat is niet zo. Ja. Dat is heel mooi. Ja, de eerste 10 minuten lopen we ook in stilte. Dus dan krijgen de mannen een vraag mee, of iets om over na te denken. En dan de eerste 10 minuten gewoon in stilte. Noem eens een vraag waar iemand over na zou kunnen denken als die gaat wandelen. Waar heb je de afgelopen maand, waar ben je verdrietig om geweest? Of waar heb je heel veel van, waar heb je van kunnen genieten? Mm-hmm. Dus dan stuur je als het ware naar een punt toe wat misschien de deur die gesloten blijft, want dat is alleen voor mij, dat moet ik zelf oplossen. Dat is dan, dus dan ga je het delen met elkaar. Ja. Verdriet. Ja, genot, en het kunnen ook gewoon leuke dingen zijn. Ja. 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 En daar komen de gesprekken uit. Ja, het kan ook, zou ook een vraag kunnen zijn waarom besport jij, als je een sport beoefent, waarom beoefen jij deze sport? En als je niet sport, waarom doe je dat niet? Dat kunnen gewoon vragen zijn waar iemand over na kan denken, waarin je dan later met elkaar over in gesprek kan gaan. Ja. En dan kan sport weer tot een prachtig gesprek leiden als onderwerp. Ja. En waar blijft of is altijd het geloof? Of is dat bij het kampvuur of altijd? Of dat, is er een Bijbels thema of juist niet? Ja, bij onze kampvuuravond in het Harde openen wij altijd met zingen, aanbidding noemen wij dat. Want we zingen, ja, er zit voor mijn gevoel verschil tussen liedjes zingen en aanbidden. Mm-hmm. We beginnen met aanbidding, daarna is er een overdenking, meestal, niet altijd. Mm-hmm. En daarna is er ruimte voor gebed of een persoonlijk gesprek. Mm-hmm. En de mannen gaan met elkaar gaan ze in gesprek. Wow. En heel vaak hoor je dan dat ze die gesprekken na die tijd, en de 1-op-1 gesprekken, soms met teamleden, dat ze dat, ja, of het meest bijzondere, maar dat daar gewoon heel veel kracht van uitgaat. En ik wil niet zeggen dat het andere, maar ik geloof dat aanbidding en het woord brengen, heel krachtig. Maar ook daarna is het belangrijk dat je met elkaar erover hebt. En hoe vaak is het niet zo dat als je in een kerk zit, en dat is zeker geen veroordeling naar de kerk, absoluut niet, maar we zitten daar en we horen het aan en we gaan naar huis en vervolgens gaan we over tot de orde van de dag en wordt niet meer gesproken over waar het die ochtend over ging. En dit soort plekken wordt er nagepraat. Ja. Dus dan krijg je de passiviteit van de kerk, je luistert naar de dominee en je denkt er iets van of niet. En daarmee is het dan weer. Je consumeert en dat is op zich al prima, maar het is ook goed om daar samen over te hebben. Ja. De zegen, muzikaal, we maken een stap. Ja. Dat heb je wel gekozen. Ja. Bewust. Ja, dat is echt een lied wat mij ook, zeker in de coronatijd, enorm geraakt heeft. Maar ik ben 4,5 maand geleden mocht ik opa worden van een kleindochter, Lize. Ja, geweldig. Dat is een groot geschenk. En we stonden ons gezin en de kinderen stonden we en de kleine meid stonden we bij opwekking. Bij Walibi, het grote evenement. De sing-in, 40.000 mensen daar. En toen had ik die kleine meid had ik vast in mijn handen. En toen zongen we dat lied. En toen mocht ik, ik kreeg gewoon in mijn gedachten om haar maar te gaan zegenen. En de zegen die doorgaat, die je als opa mag geven. En dat je door de generaties heen die zegen mag doorgeven. En toen liep ik naar mijn schoonzoon en mijn dochter. En toen gaf ik het aan de vader. Gaf ik haar aan de vader, Lize. En dat heeft mij enorm geraakt. Dat je de zegen mag ontvangen en de zegen mag doorgeven.
de zegen. Geeft hij, genadig is hij, de Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. Je zit 's avonds met een aantal mannen, een stuk of 20, 25, zit je bij het kampvuur. En dan worden de dingen met elkaar worden er gedeeld. Misschien op een niveau net iets dieper dan die mannen gewend zijn. Wat gebeurt er dan
wat ze niet kunnen delen met hun dochter, puber misschien, met hun vrouw, met hun collega, vrouwelijke collega op het werk. Wat is dat dan? Ik ken zo'n mannengroep, hele mooie mensen. Ik ben er een paar keer geweest in Andijk. En wat is dat dan dat die mannen ontsluiten? Of wat jij meemaakt dat je denkt, of dat ze dat zelf zeggen, dat zou ik thuis niet kunnen delen. Ik zeg het even heel simpel. Misschien is het wel seksualiteit bijvoorbeeld. Dat je denkt, ja, dat kan ik thuis niet bespreken. Want wat is het? Wat is dan dat je denkt op zo'n avond om 22:45... yes, nu valt er een woord, nu valt er een gedachte, nu valt er een emotie. Wat ik om me heen zie is dat mannen... Er is heel veel schaamte onder mannen, omdat ze denken dat ze de enige zijn, of nou, de enige, maar worstelen met problemen waarvan ze dan, als ze om zich heen kijken en de mannen zien, denken van ja, ik ben misschien hier de enige in de groep die hier last van heeft. Maar bedoel je dan bijvoorbeeld carrière, seksualiteit, macht, kan van alles, geld? Dat kan van alles zijn. Dat kan allemaal dingen die... Ja, dat hoeft niet alleen seksualiteit te zijn. Dat kan van alles zijn. Dat kan macht zijn. Dat kan... De grootte van het huis. De auto voor de deur. Is dat wat je bedoelt? Dat dan ineens iemand durft te zeggen, ik ben bang dat niemand me ziet staan omdat ik een te normale, te gewone auto heb. Als ik in de groep, ik trek nu zeg maar 8 jaar bijna met die gasten op. Ja. Als ik dan in de groep deel, zeker in het begin nog wel eens wat hoogmoed zeg maar in mijn lijf voelde. Omdat ik toch wel heel tof vond dat daar 70, 80 man stond, hè, aanwezig was op die avonden. En dat de jongens dan denken, oké, jij worstelt dus ook soms met dit soort dingen. Want heel vaak wordt er wat tegen je opgekeken. Van, oh, die heeft het allemaal op orde. En, ja, geweldig en spreekt en doet. En hallo, ik ben ook een mens, zoals jij en ik. En als die jongens dan gaan zien, of dat je met teleurstellingen soms worstelt. We kunnen allemaal hele mooie succesverhalen vertellen. Van hoe mooi dingen zijn gegaan en van herstel. Maar ik worstel ook met dingen, met zaken als bijvoorbeeld als iemand niet herstelt. Als een huwelijk niet herstelt. Dan breekt mijn hart. Dan heb ik de schijven uit mijn knieën gebeden voor dat gezin. En als het dan niet gebeurt, dan heb ik daar enorm veel last van. Dan doet me dat pijn. En als ik daarover deel, dus in mijn kwetsbaarheid durf te delen waar ik mee worstel, dan gaat aan de andere kant zitten dan, zeg maar, tegenover mij zit er dan iemand die zegt, maar als jij begint, even misschien door middel van Jezus, Gods geest, et cetera, et cetera. Jij bent dus in feite degene die een vorm van kwetsbaarheid toont. Dat is eigenlijk een beetje jouw taak daar, om te zeggen, hebben jullie, ik zal je een voorbeeld noemen. Ik heb een hele goede vriend, niet gelovig, en die hebben een mannengroep, die ze al jarenlang kennen, ze elkaar van de universiteit in Leeuwarden, weet ik wat, er komen al jaren bij elkaar. En toen op een gegeven moment heeft hij tegen ze gezegd, op een raar moment, dat er zal wel iets gebeurd zijn, anders gebeurt het dan niet. En toen zei hij dus, zullen we nou eens 1 keer ophouden met al die succesverhalen? Want iedereen komt binnen, wie heeft de langste, wie heeft de grootste, wie heeft dit, wie heeft dat en dat en dat. Zullen we daar eens mee ophouden? En toen heeft hij gezegd, als iedereen nou 2 minuten vertelt waar die mee zit. En hij zegt, vanaf dat moment is die hele mannengroep, nu al 5 jaar geleden, veranderd. Want het was altijd binnenkomen, altijd, ja, gisteren met de golf, ik heb 3 birdies geslagen en ik heb zussen. Weet je, is dat wat je bedoelt? Ja. Tuurlijk, en natuurlijk mag je dat ook delen. Hè? En dat is ook mooi als je... Ga je nou een beetje zitten ik doe mijn best om dat de kern uit te komen. Die mag er wel zijn, zeker. Ja, nee, hallo. Als ik een leuk succesverhaal te vertellen heb, dan ga ik het zeker wel delen. En als ik een... Ja, dat ga ik doen. Maar ik geloof echt in een goede balans. En ik denk juist dat als je in die kwetsbaarheid gewoon open durft te zijn. En naast dat verhaal van jouw succes, wat ik gewoon altijd prachtig blijf vinden. Kwetsbaar durven zijn. En zeggen waar je mee worstelt. Wat is de kwetsbaarheid van? Want je doet het niet voor niks. Je zit hier niet voor niks. Je hebt het over vrouwen en mannen. En je doet iets. Relatie opbouwen met mannen. Wat
is de kwetsbaarheid van de man die dat zelf, want dat vertel je eigenlijk de hele tijd, die niet eens in de gaten hebben dat die kwetsbaarheid er is, laat staan dat het er mag zijn. Hmm. Wat is dat dan? Nou, misschien mag de man proberen te verwoorden wat hij voelt. En wat hij denkt. Wat hij meemaakt. Waar hij erheen gaat, waar hij middenin zit. Wat hij meemaakt dus. Ja. Dat hij daar niet mee om kan gaan. Voorbeeld, ja. Ah. Voorbeeld, een maat van mij. Zijn dochter, lange dagen werken, hard werken, 's avonds moe thuis. En misschien soms wat kort voor de kop. Praat vanuit zichzelf niet zo makkelijk. Communiceert niet zo makkelijk. En dan zegt zijn dochter wel eens tegen hem van... Pap, waarom ben je nu boos? En dan zegt hij... Ik ben niet boos. Maar dan bleef het dan bij. Ik ben niet boos. We hebben daar een gesprek over gehad laatst. Want hij heeft daar namelijk over nagedacht. We hebben gesproken over communicatie. Over het vertellen wat je voelt. Probeer de woorden aan te geven. En dat is hij gaan doen. En hij zei laatst tegen mij... Ik ben hen uit gaan leggen... Wat ik op dat moment ervaar. Wat ik voel. Kan je een voorbeeld noemen wat hij dan vertelt wat hij ervaart? Nou, hij geeft aan dat hij dan zegt van... Nou, ik snap dat jij nu voelt dat ik misschien boos ben. Nee. Dus dat legt hij dan... Hè, mooie bodem om op basis om door te gaan. Maar... ik heb vandaag een drukke dag gehad. Ik ben het een beetje zat. En ik ben misschien even wat kort voor de kop. Sorry daarvoor. En ik zal proberen om daar de volgende keer anders mee om te gaan. Maar het zou dus ook kunnen, dat is het kampvuur, dat er nog een laag onder zit. En dat die man misschien voor de eerste keer in zijn leven in dat gezin durft te zeggen, ik werk me de hele week hard. En ik krijg nooit eens een keer een dankjewel, want dankzij papa, dankzij het werk en mama ook, mm-hmm. is er eten op tafel en is er vrede, et cetera, et cetera. Begrijp je, dat kan er dus ook nog een keer onder liggen. Ja. Want dan is het alleen maar de moeheid, maar ook het wauw, er is een keer één iemand die beseft, hè, wat kleine kinderen vaak mm-hmm. totaal niet doorhebben. Is dat wat nog een laag zou kunnen zijn die daaronder zit? Zou kunnen. Je bent niet overtuigd? Nee. Omdat? Kan. Ja, ik weet niet of dat kan eronder zitten, maar dat is voor mij nog geen excuus om je zo te gedragen. Dus ik heb zoiets van, nee, als dat eronder zit, ja, dan nee, zal je dat kunnen... Als je nou praat over... Nou, wacht even, voor het gesprek. Als je praat over kwetsbaarheid, ja. dan heb je een goede... Nee, maar als je dat overslaat, dan zou die man dus niet boos mogen zijn. Wat hij kan ontdekken, dat hij boos ja. is, dat er nooit eens een keer, dat er meteen gezeken wordt dat hij dit ja. en dat de zus moet doen, in plaats dat mensen blij zijn, ook het gezin... Ja. Dat hij doet wat hij doet. Ja, nee, dan snap ik wat je... hij is op dat moment niet boos. Hij was niet boos. Ja, I know. Dat is de buitenkant. Dus dat was het gevoel van de dochter. Maar hij ervaart het niet als boosheid. Hij zegt, ik heb er heel veel andere woorden aan geven. Dus hij voelt niet die boosheid, maar hij voelt vermoeidheid. Hij voelt dat hij even misschien geen zin heeft om daarover... Ja. Dat. Ja. Dus er kan van alles onder zitten. Hij kan bij zichzelf wel inderdaad wel denken van ja, dat is allemaal wel lekker. Ik bedoel, je me stink in de best. En dat kan er wel onder zitten. Wat ik probeerde te suggereren, maar daarom is het ook een dialoog en een radioprogramma, is dat het, ik denk zelfs dat mogelijk is dat hij niet boos is, die woedend is. Dus de boosheid is nog maar een tiende van wat er werkelijk gebeurt. Er een enorme woede zit, omdat de waardering, de warmte van wat hij terug nodig heeft als kwetsbare man, nooit komt. Maar dat is een gok. Maar als dat kan nog, en dat gaat dan eigenlijk nog dieper, want als hij als vader nooit erkend is yes. door zijn eigen vader, yes. die bedoel. Omdat hij altijd gehoord heeft dat hij er niet toe doet. Ja. En dat hij nooit succesvol zou zijn. Wat, en nooit geen goede vader zou zijn. Dat is wat het kind oppikt. En dat voelt het kind. Nee, maar dat voelt het kind. Begrijp je? Dus daardoor kan het zijn dat het precies de andere kant op gaat. Dat papa eens een keer mag zeggen, ik ben niet kwaad. Woedend. Woede over, en dat kan het verleden zijn, papa zijn, et cetera, de verloren zoon. Ik voel mij niet gezien. Ik heb mij thuis al niet gezien gevoeld in de opvoeding.
En nu heb ik een gezin, alles lijkt aan de buitenkant goed. Hm. En toch voel ik mij niet door mijn vrouw gezien. Ik voel me door mijn kinderen niet gezien. Ik ben alleen maar aan het werk. En dan moet ik nog lief en leuk zijn ook. Hm. Nou ja, het is maar... Ja. Kijk, en ja, dan zijn die avonden, als je het hierover hebt... en je gaat dan zeg maar dieper die lagen in, die onderliggende vragen ga je dan ook aan elkaar stellen. En je gaat, en je gaat dan met elkaar daarover bidden. Dan kan God met zijn licht over het verleden gaan schijnen, waardoor hij zichzelf waardevol gaat zien, kostbaar. Dus het gebed brengt het naar een ander niveau. En dan, komt het lied wat we net gehad hebben, dan komt de zegen, die gaat zijn werk doen. En dan is het niet meer jouw clubje, jouw Mathé-clubje. Nee. Het is van Henoch, het is van God. Het heeft een andere inhoud. Ja. Ja. Voorbeeld, mag ik die geven? Nee, want ik hoor de muziek, denk ik. De slotmuziek. En die zegt, en dat is wat al die mannen denken bij jou in de groep, nobody knows the trouble I have seen. En dat is aan jou dus blijkbaar heel veel zegen daarmee om te ontdekken wat er nou eigenlijk onder die woede, onder die dat gedrag ligt. Yes. Nobody knows, behalve God. Ik dank je wel. Je bent een kanje. Thank you, sir. Dank je wel, Edo. Dank je wel, Peter. Dank je wel. Dank je wel. Mooi.